Nou heb ik mijn Tiles 4 toch al ruim 3 jaar, ik denk bijna 3,5 jaar. Maar ik heb van de week wat filmpjes op YouTube zitten kijken. En ik begin me toch leuke dingen te ontdekken aan het keyboard, dat hou ik niet voor mogelijk. Ik ben normaal gesproken nogal van het audio opnemen. Dat vindt hier plaats. En het is feitelijk gewoon echt wat je speelt, wordt als audio weggeschreven. Doe je verder niks meer aan, je kan een beetje bouncen, dus een paar tracks over elkaar heen zetten, maar daar is het mee klaar. En nou heb ik zitten kijken naar video's over het digitaal opnemen en het multitrack opnemen. Dat is feitelijk MIDI opnemen, wat je aan deze kant laat plaatsvinden. En daar kan je toch onmerkelijk veel dingen mee doen, jongen. Dat is echt niet te geloven. Ik heb een heel klein stukje opgenomen met wat fouten. En dat klinkt dan zo. Gewoon even de intro. Doe je verder niks aan. Daar hoef je ook helemaal niet geleerd voor te zijn. Maar nou begint het nummer. Oh nee, sorry. Intro duurt iets langer. Dit is mij niet kwalijk. In zit. Nou, het is nou het fraaie. Als je nu bij dit nummer naar de Song Creator gaat, en de Song Creator kan je benaderen door eerst hier te gaan naar Digital Recording en dan hier in het scherm te kiezen voor de Song Creator, dan kan je vervolgens naar het tabje gaan met track 1 tot 16. Er worden in principe 16 MIDI-sporen opgenomen. Wat krijg je dan te zien? Je krijgt een hele mooie layout van het hele nummer te zien met wat je daar precies op ingespeeld. Als ik hem namelijk nu op afspelen zet, dan zal je zien dat hij nu begint met het weergeven van dit is je intro. Precies af zoals ik het heb opgenomen, zeg maar. Volgens mij intro is wel aardig, kan je heel veel doen. Maar let op nu, wat er gebeurt. Je ziet dus dat hij helemaal gaat meelopen en laten zien welke noot je hebt aangeslagen. Voor track 1 moet je wel opletten dat je, als je dus meerdere geluiden hebt gebruikt in je melodielijn, dat je het op meerdere plekken weer moet gaan aanpassen. Maar je kan hier dus stap voor stap doorheen lopen. En dat klopt dus niet. Oh, ik zit in de verkeerde tab, die kan je dus hier terughalen. Nou, gaan we eens kijken hoe dat klinkt. Gaan we even terug naar boven. En dan zal ik kijken of ik hem één stapje lager kan laten starten. Dan hoef ik die hele intro niet na te gaan. Nou, het is al bijna goed. Dus je kan gewoon achteraf, en dit is nou even een heel kort stukje wat ik heb laten zien. Maar je kan dus achteraf, kan je je hele multitrack recording, kan je nog kleine foutjes wegwerken, editen, aanpassen enzovoorts. Nou, dit opent een wereld van mogelijkheden voor mij. Plus, je hoeft niet per se de hele automatiek te gebruiken. Want je kunt ook gewoon, als je hier helemaal uitgaat, in principe staan, als je normaal gaat opnemen, staan al deze tracks die staan gearmd. Dan staan ze allemaal aan en dan ga je allemaal opnemen. Maar als je nou de recordknop hier indrukt en tegelijkertijd hier één van deze tracks kiest, dan ga je één zo'n MIDI track ga je opnemen. En daar kan je dus of drums inzetten, of een begeleidingsstring inzetten, of een één instrument, twee instrumenten, drie instrumenten. En je kan zelfs een beetje sjoemelen, want je kan namelijk
het tempo langzamer zetten als je een moeilijk stukje moet opnemen. En het afspelen op het normale tempo. Dus ja, dit opent eigenlijk belachelijk veel mogelijkheden waar ik ruim 3 jaar lang nog helemaal geen donder mee gedaan heb. En ik doe toch al zoveel met het keyboard. Het is echt een hele, hele gave ontdekking. En hier ga ik wel heel veel gebruik van maken. Hier kom ik weer terug op het aloude MIDI inspelen met Cubase eigenlijk. En hier kan je dezelfde soort dingen mee doen. Nou, dat wilde ik eens eventjes kwijt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Het is geen blog. Het is gewoon een hoop gelul. En gewoon een ontdekking van mij op mijn Tyros 4.